zijn vandaag bezig met een reparatie aan een trekker. We proberen een lesweek in te vullen die zo dicht mogelijk bij de praktijk komt. En het mooie is dat we hier nu een trekker hebben die ook echt kapot is. Wij hebben een klein stukje diagnose gedaan. Maar zo gauw als wij een bult opgingen, zeg maar, we trapten de rem en dan bleef hij al stilstaan. Een van deze eigenschappen van deze bak zouden dus niet mogen. Vanuit daaruit zijn we dus verder gegaan en hebben we de trekker gesplitst. We komen kapotte delen tegen en kijken dan, klopt het wat we bedacht hebben? Klopt dat met wat we nou in de praktijk ook zien dat het daadwerkelijk kapot is? En je ziet dat heel leuk is dat die jongens onderling de discussie aangaan. Hoe benader ik het? Hoe benader jij het? Maar dat ze van elkaar willen leren. En hoe komen we samen tot een leerzame week? Ik ken weinig opleidingen waarbij we zo'n kans krijgen, zeg maar, dat we een complete trekker of een complete transmissie wat op de opleiding hebben staan waar we gewoon aan mogen sleutelen. We twijfelden wel een beetje en je maakt hem open en je ziet dat uiteindelijk wat je bedenkt ook werkelijk kapot was. En dat geeft de jongens nog een keer een extra boost van ik kan het. En dat is heel leuk om te zien bij de jongens, dat gewoon theorie en praktijk bij elkaar komen.